Goedemorgen allemaal, daar ben ik weer. Ik wilde eigenlijk naar Legoland gaan, maar ik denk, ja, is het nou wel wat voor volwassenen? Kan ik helaas niet laten zien. Ik ben dus gewoon weer een dagje in Universal. Ga ik wat re-rides doen van attracties die ik zo leuk vond. Ik denk dat ik beide parken even ga aandoen. Het is inmiddels wel al wat later. Het was een beetje moeite om een nest uit te komen na al die dagen park hier. Dus deze vlog is eigenlijk een soort van dag 3 van een combinatie van bijna Universal Studios parken in Orlando. Veel plezier om te kijken. En we zijn hier inmiddels weer bij de... Bij de poort gaan we nog even via de City Walk. Dan lopen we zo door. Ik denk dat ik eerst Universal Studios inga en later op de dag Islands of Adventure. Ik heb mijn super gave Jurassic Park 30th anniversary heb ik meegenomen. En dan gaan we eventjes bij het standje hier een refill regelen. En dan ben ik inmiddels weer aangekomen bij de ingang van Universal Studios, het hoofdpark. Ik zweet me nu al helemaal tot schompers. Ik heb het bekertje weer gereactiveerd. Het kost voor mij $11,50 geloof ik. Om het te heractiveren, de eerste dag kost hij $16,17. En elke dag daarna dat je hem gebruikt, wordt het steeds goedkoper. Dus we gaan vandaag weer eventjes dit park in. Hartstikke leuk. Ik wil sowieso de Jason Bourne attractie nog een keer doen. Dat is een show volledig geautomatiseerd, maar er zitten 2 of 3 acteurs in. Decorstukken, hologrammen, dingen die uit de grond komen, super gaaf. Dus alleen daarvoor wil ik eventjes terug naar dit park nog. Daar zijn we weer en ik ga eventjes rechtsaf. Hoe vaak ik hier wel niet aangesproken word op hoe lang ik ben, dat is echt ongelooflijk. Ik denk al 25 keer. Ze zijn het hier blijkbaar niet gewend. Ik heb nog een tip voor dit park. Mocht je nou niet $300 willen uitgeven voor een expresspas, dan kan je alle attracties unlimited doen. Dan kan je na 4 uur elke dag, als het park tot 9 uur geopend is, kan je een after hours of na 4 uur pas kopen. Het wil dus zeggen dat je voor volgens mij $118 kan je van 4 tot 9 kan je elke attractie in een park 1 keer doen. Dus het is zo dat je niet kan hoppen. Dus je koopt hem echt voor 1 park. Dan kan je daar nog alle ritjes doen, eenmalig, via de express ingang. Dus als je echt haast hebt, je bent hier voor een paar uurtjes, is het misschien nog een leuke optie. De volgende show is pas over 3 kwartier. Nou ja, dan doen we hem later, dat is jammer. Ik had hem eigenlijk gelijk al mee willen pakken. En je ziet ook hier in dit straatje nu, is het best wel een stuk rustiger. Ik had al een beetje de wachttijden bekeken op de website voordat ik hierheen ging en het leek vandaag hier niet zo heel druk te zijn. Deze heb ik al in de eerdere vlog laten zien, volgens mij van Day One. Jurassic Park 30th Anniversary Store. Ja, vandaar ook mijn mooie beker die ik heb. Gaaf, zo'n gaaf film. Loop even naar binnen als je hier bent. Het is ook een soort van experience. Veel en vet zit toch voorlopig niet in deze vlog. Ik ben namelijk net eventjes naar de McDonald's gereden op de Universal Drive. Dus ik heb het veel en vet al voordat ik het park in gegeten. Wat ik trouwens wel heb in het park, ik voel me hier een stuk relaxter als in Disney. Het is hier veel meer easy going. Je hebt de single riders lines, je hebt geen app waar je rekening mee moet houden, de hele tijd refreshen. Je kan hier gewoon je ronde doen en lekker genieten. En dat is echt veel beter dan in het Disney park. Hè? En Woody Woodpecker. Natuurlijk het logo van het thema van PortAventura in Salau natuurlijk. Nou, even lekker afkoelen onder de sprinklers. Oh, heerlijk. Dit is zo lekker. Ik heb het gevoel dat het hier ook elke dag warmer wordt in Orlando. Het is echt niet normaal. Even lekker afkoelen. En nu zijn we inmiddels weer in het Simpsons gebied. Dit blijft er wel leuk om te zien. Met de lekkere donutjes. Alle restaurantjes in het thema van de serie. Met de karakters natuurlijk uit de Simpsons. Hier hebben we nog de Krusty's Burger. Ze zijn in het gebied ook best wat werkzaamheden aan het doen. En je hebt hier zelfs Duff Beer. Hartstikke leuk. Ja, dit is een leuk gebied. Ik hoop dat ze dit blijven behouden. Moos restaurant. Dat is gewoon echt heel gaaf. Als je lekker wil bier halen. Oh, heerlijk. Ga je naar Duff Bier halen. Quick E-Mart. Oh, die heb ik ineens gezien vorige keer. Cletus Chicken Snack Shack.
wel. En daar de alien natuurlijk uit de serie. Een soort van de Dumbo-attractie, hè. De Flying Saucers. Ja, en dat blijft wel superleuk. Ze zijn hier ook best bezig met wat werkzaamheden, zoals ik al eerder zei. Hier hebben we de main attractie, de Simpsons Ride, een simulator. En we lopen nu eerst eventjes door naar de Men in Black. Daar heb ik de eerste dag daar in storing in gezeten. Dus ik heb hem eigenlijk officieel één keer helemaal gedaan. Aangekomen bij de Men in Black. En dan moeten we eerst naar de lockers. Ik heb het al vaker gezegd, je mag in Universal in geen enkele attractie filmen. Hier moet je overal kluisjes huren. Kost trouwens niks. En als je de kluisje mag je dan volgens mij, als de wachttijd 25 minuten is, dan kan je een speling op en mag je volgens mij 40 minuten het kluisje houden. En daarna moet je gaan betalen, maar ik neem wel mijn telefoon mee, want dat mag blijkbaar wel. En hier hebben we weer de Men in Black Alien Attack. En dan gaan we naar binnen via de single riders lijn. Al zijn de wachtrijen hier dus gewoon een uur lang, zijn ze natuurlijk vandaag niet, maar dan kan je sowieso even lekker in de wachtrij staan. Maar het hier ijs en ijskoud is, het is hier gewoon, ik heb gewoon harde tepeltjes hier, het is gewoon echt niet normaal. Niet even de kinderen even niet kijken, maar ik heb gewoon harde jukeloeren, het is allemaal een beetje, hoe is die koud? Goedemorgen. Nou, en hier loop je gelijk naar binnen. En de wachttijd was volgens mij normaal, ik weet het niet meer, maar zeker 40 minuten. Maar hier loop je dus in principe gelijk de attractie in. Dat is top. No photography or video. Ja, dit zijn dus de vehicles en hier moet de telefoon uit. En hier stap je tussenuit. Ze zal met z'n allen te wachten om uit te stappen. Ja, dat was binnen 1 minuut instappen. We gaan hem nog een keertje doen. Ik kan er geen klap van die Men in Black, maar dat blijft wel een leuke attractie. Waarom is het elke keer als ik die beker vul met rotzooi, dan kies ik Minute Maid en dan kies ik limonade. En dan kies ik dus niet de lemon, maar kies de orange. En elke keer krijg ik van die bittere zooi. Het is echt een hele backtrack samen. Maar de eerste attractie van de dag zit er weer op. We hebben een paar bekers er vol gegooid met zoete rotzooi. Je moet hier blijven drinken. Het is hier bloedje warm. Maar even de volgende attractie op zoek. Nou, dat is ik trouwens ook niet. Maar dit gebouw, er verschijnen dus dingen te verschijnen achter de ramen. Dat is wel leuk. En we lopen inderdaad nu weer richting het eerste Harry Potter gedeelte van Universal. Die andere staat natuurlijk in Island of Adventure. En hier staat de robotarm attractie, de Forbidden Journey. Daar heb ik al meerdere malen over verteld in de eerste twee vlogs. Ja, waarom lopen we niet gewoon naar binnen? Ze hebben stingelrijders in de lijn. Dus we kunnen gewoon eventjes meepakken. Hartstikke leuk. En veel mensen weten het niet, maar dit is echt een heel dun poortje. Dan loop je hier doorheen. En dan kom je ineens in het Harry Potter gebied. En ik ben trouwens in de war. God, zie mij de bot. Dit is dus de Gringotts. En dit is dus het tweede gebied. Het eerste gebied is inderdaad in het andere park. Dus ik ben lekker in de war, maar we lopen een rondje. Door het gebied. En de Forbidden Journey is dus de robotarm attractie. Die staat dus in Islands of Adventure, om het even recht te zetten. En hier heet hij de Escape from Gringotts. Ik heb wel lekker aan mijn woorden, maar zie je hoe gaaf dit eruit ziet. Hier vloer ze ook altijd een klein showtje op. Hij loopt een willekeurig winkeltje in. En je hebt hier een animatronic. Gaaf. En zo zie je maar, elk winkeltje heeft hier zijn unieke elementen. Je ziet er ook onwijs veel mensen hier rondlopen met van die Magic Wands, die toverstokjes. Hè. En dan kan je alle gebouwen kan je daar wat mee doen. Dan kan je met je stokje tegen het raam tikken of bij een voorwerp in de buurt houden.
En dan gaat er iets bewegen. Dus ja, dit is echt wel een heel gaaf gebied. Ik besteed er vandaag ook wat meer tijd in dan de afgelopen dagen. Omdat ik, ja, ik heb de meeste attracties al gedaan. Dus ik ben vandaag in een soort van relax mode. En hier de attractie Escape from Gringotts. Kom maar lekker aan mijn woorden. En dan hebben we ook een single rider. Dan lopen we daar richting de kluisjes. En dit is een achtbaan. En dit is dus een achtbaan met projecties, bewegende karretjes, draaiende gondels, grote schermen, decorstukken. Echt een super mooie attractie. Je mag hier ook niet op filmen, helaas kan jullie niet meenemen, maar ik zie jullie zo weer. En dan gaan we via de single rider ingang naar binnen. Dan mis je wel een heel stuk van de show. Je mist ook in de eerste scène. Maar als het goed is, kan je daar gelijk instappen. Maar hier zie je inderdaad wel de hal. Kan je nog een beetje wat van meekrijgen. Dit is echt super gaaf om te zien. Al die animatronics. En dan pak je hier inderdaad je 3D-bril. Hobbelen, hobbelen, hobbelen. Dan leg je nog je pootjes. En dan gaan we hobbelen. En we gaan er gewoon nog een keertje om. Staat weer in de mooie hal. Dat doet Universal zo goed met die single rider lines. Staat er gewoon een lange rij, kan je gewoon gelijk weer instappen. Dus daarom ben ik zo'n fan van dit park. Nou, zo zie je maar, je stapt hier dus in principe gelijk in. Als je via de single rider lijn gaat. Het is aan twee kanten instappen. Nou, het is ongehoord. Ik heb hem 3 keer gedaan. En dan gaan we nu eventjes weer het Harry Potter gebied uit. En dan gaan we nog wat meer rewrites doen. Ze vroegen toen ik de attractie voor de 3e keer betrad, vroegen ze van, hoe lang ben je eigenlijk? Want als je langer dan 5,9 feet bent, even opzoeken, maar dan mag je dus niet aan de linkerkant zitten. Maar ik zei, ja, ik heb hem al een paar keer gedaan, naar links, naar rechts. Dus het is mij inmiddels wel weer duidelijk. Het is, begint weer een beetje onweerachtig geworden, een beetje benauwd, een beetje klam. Dus dan ben ik bang dat zo meteen het weer helemaal losgaat. Het voordeel van het hoofdpark van Universal Studios is dat bijna alle attracties binnen zijn. Voor mij hebben ze alleen de Hulk en de Riptide, weet ik veel, Rocket Coaster. Die moeten waarschijnlijk wel dicht met onweer. Maar het andere park heeft het meer buitenattracties. Die heeft er misschien wat meer last van. Maar ja, we gaan eventjes kijken wat we dan kunnen meepakken hier. Ik wil sowieso de Spider-Man al een keertje doen. Spider-Man blijft echt een hele leuke attractie. Een oudje, maar wel... ja, gewoon gaaf. Gewoon alles bij elkaar. 3D, de effecten, warmte, hitte, water, de vehicles die alle kanten op kunnen bewegen. Blijft echt een topper. Via de Fast and the Furious. En daar is de Transformers. En voor mensen die het niet duidelijk was, Transformers staat in dit park. En de Spider-Man staat in de Islands of Adventure. In het, ja, het Marvel gebied, hè. Weet je wat? Dan lopen we gewoon even de Transformers binnen. En dit is de wachtrij van de single riders. En wil je de onride zien, kijk dan eventjes de vlog van dag 1 terug. Dan laat ik hem zien. Ik ga je gewoon niet filmen vandaag. Ik ga gewoon lekker genieten van de rit. En dan hebben we nog de Transformers. Zo mooi gedaan. The honor is all mine. Transformers er eventjes gedaan. Het blijft natuurlijk een super indrukwekkende attractie. Hoe vaak je hem ook doet, blijft gewoon hartstikke leuk. En ik heb deze keer niet gefilmd. Moet je maar even kijken als je het wel wil zien in de vlog van dag 1. En volgens mij ook zelfs dag 2. Maar daardoor lijkt de rit dus ook langer. Ik zit er meer in, maar ik geen camera vast moet houden of op mijn pols heb. Dus ja, echt een super attractie. Niet te missen. Niet te missen in het park. Gewoon doen. En hier staat ook nog Beetlejuice. Wat leuk. We gaan het nog een keer te proberen richting de Bourne. En dan zal ik al net weer de show gemist hebben. Nou, de Bourne Show begint over 8 minuten. Dan ga ik dus snel mijn bekertje opvullen in deze farmacie. We kunnen nog net de show meepakken. We hebben een refill gedaan. En we kunnen nog net meegaan op deze show van 3 uur. Ze gaan hier trouwens om de 3 kwartier. De shows. En ja, wat een show nog weer. Ik ben er weer onder de indruk. De meeste mensen zijn ook heel enthousiast. Heel veel mensen hebben het nog nooit gezien. Echt super gave show. De Bourne Spurs Tentacular. Nou, echt zoveel gaaf. Zoveel gave effecten in die show.
Ja, gewoon echt alles werkt. Mechanisch goed, live effecten, vuur, regen, wind. Gaaf. Echt een van de beste parkshows die ik ooit heb gezien. De Born Stuntacular. Ik zou zeggen, als je hier bent, 1000% meepakken. En dan zijn we hier bij de Minions Land. En de Minions Mayhem. Ik heb inmiddels wel eventjes een beker volgevuld. En ik heb natuurlijk cola light genomen. Dus even cola zero sugar. Want anders word je helemaal niet goed. Dan kom je na 12 dagen pretparken, kom je 150 kilo aan. Kom ik twee keer zo dik terug. Dat is niet goed. Dus we gaan nu eventjes nog naar de Mummy Coaster. Een van mijn favoriete indoor achtbanen. Het is ook een beetje een dark ride in combinatie met een achtbaan. Super gave special effects ook. Vuur, rook, schermen. Echt heel erg gaaf. Dan draai ik me even om. En dan hebben we de Riptide. De zon is een beetje lastig filmen nu, maar we hebben hier dus de Riptide Rocket Coaster. En je gaat er inderdaad recht omhoog. En dan zo de biet hier naar beneden. En dan ga je zo de looping in. Het is ook best wel een lange baan. Je kan ook je eigen muziekjes kiezen in deze attractie. En dan gaat hij. Oud baantje, maar wel super leuk nog steeds. De Tonight Show met Jimmy Fallon, ook een leuke 3D simulator. Dan zie je daar de verte al het gebouw van de Mummy. Staan we hier voor de Mummy achtbaan. God, begint gelijk een concert daar links van mij. Maar je mag hier dus zelf nergens op filmen. Wat wel zo is, dat ik ga nog naar Animal Kingdom in Disney. En ik ga nog naar Busch Gardens. Daar hebben ze heel veel achtbanen. Busch Gardens in Tampa Bay. En daar kan ik weer heel veel onride toevoegen. Maar Universal is gewoon wat strenger daarmee. Dus helaas geen onride voor deze geweldige attractie. Maar ik ga hem wel eventjes doen. We zijn daar bezig trouwens met een optreden. Het gaat hier continu door. De hele door. Afwisselend door trainertjes. Vind je deze filmpjes dan leuk? Geef een likeje en subscribe op mijn kanaal. Ik wil even het belletje aantikken. Dan krijg je al wat nieuwe filmpjes zien die ik ga uploaden. Er komen nog heel veel vlogs aan. Dus dat zou ik hartstikke leuk vinden. Ik ga er mee. En dan gaan we weer in de single rider van de Mummy Coaster. Het is vaak heel erg rustig. Ja, het valt mij dus echt op dat het gewoon vandaag veel rustiger is. Het is gek, maandag en dinsdag was het drukker en op zondag is het dus waarschijnlijk een rustigere dag. De wachttijden bij het andere park, Island Adventure, nemen nu ook enorm af. De Mummy, super gaaf weer. Echt een van mijn favorieten. Get those hands up. It's the flip. It's the flop. And it's the fly. One more time. Wat leuk, de Blues Brothers, dat heb ik nog niet gezien de afgelopen dagen. En zelfs de man die de vuilnis ophaalt, doet lekker mee met zijn handjes. Dat is toch top. Personeel is hier trouwens echt gewoon super gemotiveerd. Ik heb de Park Hopper pas 2 dagen plus 3 vrij. Ik heb mijn bekertje weer gevuld met Powerade zonder suiker. Ik heb het even nagevraagd en vroeger was hier nog ergens een shortcut om van het ene park naar het andere park te gaan. En de ene mogelijkheid is nu zijn op de Hogwarts Express en gewoon hier het park bij de Riptide Rocket achtbaan het park uitlopen en dan helemaal omlopen en dan weer via Island Adventure naar binnen. Dat gaan we doen, we gaan even het andere park in. Wij verlaten hier dus Universal Studios en dan gaan we hier volgens mij naar rechts en dan heb je de Island of Adventure. En dan hebben we nog even een mooi uitzicht op de mooie Universal Bowl. En dan hebben we nog een klein stukje City Walk ook. Volgens mij kunnen we hier gelijk rechts. En dan lopen we naar Islands of Adventure. Ja, dat ziet er toch wel mega uit allemaal, zeg maar zelf. Dit is echt gewoon superleuk hier nog, de rondvaartbootjes op het water.
Willen jullie de langere verslagen zien van Universal en Ice of Adventure? Kijk dan eventjes in mijn playlist van attractieparken en kermissen. En daar staan ze, Universal Day 1 en Day 2. Ook nog de filmpjes van, hoe heet het ook alweer joh? Disney Magic Kingdom, Hollywood Studios, Epcot. Ja, ik heb nog meer gedaan. Animal Kingdom natuurlijk. En SeaWorld, wil je die allemaal zien? Zoek eventjes in de playlist. En dan komen ze allemaal voorbij. Ik zou ze gewoon even bekijken. Dat is hartstikke leuk, toch? Het is niet al te ver lopen uiteindelijk. En hier gaan we naar Islands of Adventure. En de adventure begins. Wisten jullie trouwens, ik heb het volgens mij al eerder verteld, dat Universal hier in Orlando een derde park gaat bouwen, of aan het bouwen is. Het gaat volgens mij Epic Universe heten. En er komt ook een Nintendo World gebied. En de eerste Nintendo World gebied staat natuurlijk in Japan. Ja, echt super gaaf. Ik heb er zoveel zin in. En volgens mij gaat het open in 25. Ik weet het niet 100% zeker, maar... De Hulk, hij doet het nog steeds. Met een mooie lancering. Beetje vergelijkbaar met de lancering van Space Mountain. En daar zie je hem al bovenin. En dan lopen we hier weer het Marvel-gebied in. En dan gaan wij naar de Spider-Man. Wil je een onderrijd zien van de Spider-Man attractie en bijvoorbeeld de Transformers attracties? Wat een herrie, want hierachter hebben we nog de drop towers die achter mij hier afgeschoten gaan worden. Maar wil je de Spider-Man onderrijd zien? Kijk dan eventjes in de vlog van dag 1 en dag 2 in de playlist. En daar hebben we hem. En je hoeft hier niks in de kluisjes te sodemieteren. Dus we gaan hem weer de single rijden gewoon doen. Er staat sowieso maar iets van 15 minuutjes de normale wachtrijden. Dus waarschijnlijk is dit gewoon gelijk instappen. De Spider-Man. Spannend, leuk. Nou, ze vertelde mij bij de ingang hier dat het zo rustig is dat de single rider niet eens open is. Dus het is gewoon een hop-on op deze attractie. Ja, dat is wel uniek voor de zondag hoor. En dat doen ze hier ook goed. Ze hebben hier fonteintjes in de wachtrij. Grasje uitdroogte. Dus ja, dit is dus de wachtrij. Het is gelijk doorlopen. En hier weer in Cartoon Town. Het blijft toch altijd lekker vrolijk. Sta ik hier bij de Ripsaw Falls. Heb ik nog niet gedaan deze trip. Maar ik vind hem ook niet bijzonder. Het is gewoon een standaard boomstam attractie. Ga ik ook gewoon niet doen. De Jurassic Park River Adventure heeft 15 minuten wachttijd, 15. En de Jurassic Coaster ook maar iets van 50. Dus dan ga ik even die kant op kijken of ik hem via de single rider kan pakken. Want ik wil sowieso de Jurassic Coaster nog een keertje doen. En kom uit verrotten. Pakken we gewoon King nog een keertje mee. King Kong. Inmiddels uit de King Kong. Was ik denk 10 minuutjes wachten, viel er wel mee. Maar die wachtrij is altijd zo donker daar. En je komt van felle buitenlucht af, dus ik zie vaak geen boer. Ja, ik vond het maar weer leuk. Ik zat deze keer achterin. En achterin zie je wat meer van de schermen en van de rit. Dus ja, leuke attractie. Gaan we nu verder de Jurassic World Park gedeelte in. Rechts weer Camp Jurassic. En dan lopen we steeds verder naar de attracties toe. En dan komen we zo uit bij... En natuurlijk hier de Velocicoaster. Och, och, och. Even de beste achtbanen die ik ooit gedaan heb. En dan komen we zo uit hierna bij de River Adventure. Daar staat 15 minuutjes. Nou, dat moeten we gewoon ook maar eventjes doen. Doen we gewoon lekker het hele rondje park nog een keer. Wist je trouwens dat ze dit liedje ook zeiden, dat ze dit liedje ook aangeven bij de Forbidden Cave, volgens mij, Movie Park. Dan draaien ze dit liedje ook. Of heet hij dat een los tempel? Ik weet het niet, ik ben altijd in de warme Bobbejaanland en Movie Park. Maar dit is 15 minuutjes wachten. Je mag je spullen gewoon meenemen en de single rider is gesloten. Het is een goede keuze geweest om er nog altijd bij deze parken toe te gaan. Want het is zo rustig. Ik had verwacht op de zondag dat het mega druk zou zijn. Maar het is bijna overal gewoon instappen. Dus dat is helemaal top. Echt een goede keuze. En dan mogen we hier inmiddels gaan instappen in de bootjes. Het viel allemaal lastig mee. Nog geen 5 minuten. Nou, dat was een leuke rit in de Jurassic River World Quest Adventure, hoe je het ook wil noemen.
Het grappige was, je had eerst, ik had een paar Chinezen naast me zitten en die wilden kost wat kost toch filmen. En ik waarschuwde ze nog van, joh, doe ze nou in je zak, want ze gaan de ride stilzetten. Nou, en wat geschiedde, ze gingen inderdaad omroepen en ja, ze hebben hem eventjes stilgezet. Maar toen, op een gegeven moment, bij de drop, heb je de T-Rex. En de T-Rex die deed niet. Dus die doet geen moer, dus beweegt helemaal niks. Dus dat is jammer. Ja, dat vind ik toch wel het gaafste effect van de hele rij. Dus ik heb gewoon de hele T-Rex niet gezien. Dus ik heb eventjes bij het personeel aan de uitgang even gezegd van, joh, wisten jullie dat de T-Rex het niet doet? Gewoon altijd even waarschuwen. Want ja, misschien kunnen ze het fixen. Misschien hebben ze het zelf weer door elkaar personeel. Dus zeg maar, ze zeiden van ja, ze heeft wat problemen op het ogenblik. Dus ja, de rij is wel open, maar niet volledig functioneel. Dat is wel jammer. Oh, dit is heerlijk. Oh, dit is heerlijk pizza. Blijft toch wel een van mijn favoriete gebieden van de Island of Adventure. En ik vind de Jurassic Park film nog steeds super. Ik kijk de hele race gewoon af en toe nogmaals. En dan kijk ik daarna de Jurassic World er nog even achteraan. Blijft gewoon super sfeervol. Ik heb dan ook trouwens in Jurassic Park, was het 25 jaar anniversary? Ik weet het eigenlijk niet. Maar die heb ik toen in de bioscoop nog gezien. Toen hebben ze hem opnieuw uitgebracht met 3D. Ja, super gaaf. En dan moet ik even eentje niet zien. Gezondheid, meneer. Maar we lopen nu dus even naar de Velocicoaster. Ik zie wel weer een beetje donkere wolken aankomen. Dus ik ben bang dat hij net voor mijn neus gaat sluiten. Vanwege onweer natuurlijk, hè. En hij heeft maar 35 minuten wachttijd. Dat is heel erg weinig. En kijk, daar staan ze. De Velociraptors. Super gaaf. Volgens mij komt hij hier voorbij. Gesodemieterd. Wat een baan, wat een baan. We gaan er gewoon naartoe. En misschien zelfs dat de single rider nog wat rustiger is. Maar kijk eens, wat een gaaf gebied weer. Ook met de vlammen daar bovenop. Gaan we eerst even naar de lockers. En dan gaan we instappen. Gaaf. 35 minuten wachttijd en de lockers staan in de wachtrij, dus ik zie die zo weer. Vertel eventjes daarna wat ik vandaag van deze rit vind. Nou, dat heb ik dus helemaal niet gezien. Gewoon geen rij. Hoe kan dit nou weer? Het is echt ongelooflijk. De Velocicoaster. Ik kom er net vanaf. Het is echt voor mij 10 minuutjes wachten of zo via de single rider. Wat ben ik weer zo onder de indruk. Ik ben weer zo onder de indruk. Deze baan blijft mij zo verbazen. Ja, ook een Intamin. Dat herken je aan de lanceringen. Maar ja, veel beter nog dan bijvoorbeeld de Taron. Daar hebben we twee versnellingen, twee lanceringen. En net als bij de Taron in Fantasieland, bij de eerste denk je van, nou, hij valt nog wel een beetje mee. En dan de tweede lancering denk je van, man, wat is niet normaal meer. Het verschil is dat deze dus, terwijl hij voorbij, zo de bietert. Het verschil met deze baan is dat hij dus allemaal loopings heeft en hardline rolls en banking curves en wat ik van allemaal. Maar ja, de Taron gaat natuurlijk helemaal niet over de kop. Dus ja, deze is een stukje intenser. Echt een van de beste banen van Orlando, denk ik. En misschien wel een van de beste coasters die ik ooit bereden heb. La cucaracha, wisten jullie trouwens dat het liedje gaat over een kakkerlak die altijd rookte, maar die sigaren verloren is. Dus die kan niet meer roken. Zielig, hè, wat een beestje. Totale informatie, totaal onzinnig, maar ik denk, doe even gek. En dan zijn we weer het drukste gebied van het park. Dan komen we weer binnen met de mooie trein en de altijd vriendelijke conducteur. Het is echt zo'n leuk gebied altijd dit. En dan gaan we even kijken of we de Forbidden Journey nog een keer kunnen doen. Nou, hier zie je ze weer met de Magic Wands. Je kan even alles doen in de kamertjes, hè, voor de raampjes.
Dan kan je bepaalde gebaren maken. En dan gebeurt er wat. Nog steeds wel een super druk gebied. Maar de wachttijden vallen mee. Hagrid heeft inderdaad zelf, wat ik al zei, maar 55 minuten. Heb ik nog niet eerder gezien. En deze heeft 15 minuten. Dat is wel een goede keuze geweest vandaag. Toch eventjes naar Universal. Allebei de parken. En dat het dan zo rustig is dat je in beide parken alle hoofdrijden gewoon nog kan doen. Dat is natuurlijk helemaal top. Ik ga nu eventjes het kasteel in. En voor de mensen die de vorige vlogs hebben gekeken van dit park. Dit is een attractie met robotarmen. Dat was de eerste Harry Potter toevoeging aan Universal. En natuurlijk in Islands Adventure. Sorry, in het hoofdpark hebben ze natuurlijk nu ook Gringotts toegevoegd. Dit was de eerste unieke ride met de robotarm. Er stond zelfs geen normale wachtrij. Het was echt een hop-on. Ongelooflijk gewoon. Eén opmerkingetje, de draak in deze attractie spuugde geen rook. Dus dat was een jammer effect. Dat werkte dus eventjes niet. Maar deze keer zat er weer wat meer reukeffecten in. Volgens mij gaat die over een paar dagen dicht. Of is die al dicht geweest? Maar ze zouden hem een dagje dicht gaan houden om wat dingen op te gaan knappen. En voor mij is het een beetje nodig om kleine effectjes op te gaan knappen. Dat ze weer volledig functioneel zijn. Beide parken toch weer redelijk kunnen doen vandaag. Ik heb besloten om richting Old Town te gaan. Dat is vanaf mijn hotel. Dat is een soort van een kermis. Daar ga ik ook even lekker een hapje eten. Daar maak ik een apart vlogje van. Ik zou zeggen, vind je het filmpje leuk? Geef een likeje, een duimpje. Subscribe op mijn kanaal, zou ik hartstikke leuk vinden. En het belletje. En dan kun je altijd zien als ik een nieuwe video upload. Want er komen er nog heel veel aan. En de volgende vlog wordt dus waarschijnlijk vanuit Old Town. Het kermisje, kleine kermisje. Hier in Orlando. Kissimmee. Goedemiddag. Ik ben op reis, dames en heren. La 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 la. Ik ben op reis.